No nuns broke into our homes to kidnap our children. Ja, maar nu wordt het wel belangrijk om precies te zijn. Het is waar. Ja, wat is waar? Ja, hoe ga je ermee om? Je laat het over je heen komen. Hoe moet je daarmee omgaan? Je bent 14 jaar, je bent een kind. En je wordt gedwongen en je moet met de hele massa mee. Goede Herder is verantwoordelijk voor schending van een van de meest fundamentele mensenrechten die we kennen. Het verbod van dwangarbeid of verplichte arbeid. Elke dag werken. En dan zeggen, daar hebben wij niks aan verdiend. Wie gelooft dat? Kleren maken, vloeren schrobben. Die wasseretten stond ik de smerige onderbroeken van het dorp te wassen. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Ik heb er weggelopen nog. Oh, en dan kwam de truck. En ik kreeg de slag. En dan moest ik mijn kleren uit. Dan moest ik naken. In mijn onderbroekje moest ik de isoleercel in. Ik had hulp nodig toen ik erin ging. En ik had meer hulp nodig toen ik eruit kwam. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Er staat nergens een naam op. Ik maak die kist open. Kom ik op een gegeven moment op twee skeletten uit. Dus twee hoofden in één kist. Ja, het eindverslag heeft het over 211. Van zwijgende onmacht tot uitgesproken strijdbaarheid. Stream Meisjes van de Goede Herder op NPO Start.